Stel, ja. jij wordt betrapt. Ja. En uh, Op? Eerst, Op? Dat Nou, maakt dat maakt niet uit. veel iets. uit. Op Brief iets. van Herman Ram. En, en, en de, de eerste vraag van Herman is: Ja. Uh, nou ja, je, je krijgt strafvermindering. of als jij ons helpt om. Uh, dus A. geef toe. En B. noem eens namen. Hmm. Uh, Zou je dat doen? Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over de afsluiting van de doping specials. Reacties, vragen en onze slotconclusie. Na zeven afleveringen van onze doping-specials zetten wij alle geleerde lessen op een rij. De lijst, controles, straffen en dispensaties. Hoe staat het antidopingbeleid er nu voor? En waar gaat het de komende jaren naartoe? Aan de hand van de interviews met onze special guests en de vragen van onze luisteraars maken wij in deze slotaflevering de balans op. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, ja. Jurgen, goedemorgen. Goedemorgen. Gerrit. Goede vrijdag. Ja, ja. ja, vrijdagmorgen, goede vrijdag. En bijzonder aan deze aflevering. Iedereen die ons al wat langer volgt weet: wij nemen één keer in de maand op. Meestal zit er een beetje een gat tussen de aflevering en het feit dat wij samen zijn. Uh -huh. Maar we zitten nu minder dan 24 uh -huh. uur voor de publicatiedatum. Dus dit is bijna live. 1 april. <laughs> ja, dus, dat is uh, nu als, Dus 2 april er als je uitkomt. Uh, ja. ja. Hé, hey, wij zeiden halverwege onze serie Doping Specials, een, een plan waar we dit jaar mee uit startblokken kwamen, ik denk eens een keer wat anders, de diepte in. Zeiden we, ja, we krijgen toch wel veel reacties, we krijgen wat vragen. Misschien moeten we eens een extra aflevering maken, de achtste, waarin we terugkijken en al die reacties gaan behandelen. En dat is exact wat we in deze afleveringen gaan doen. En dan toch even om uh, de teaser van wie gaan we allemaal horen. We hebben reacties gehad via Instagram van onder andere Hans Luijendijk en Erik Slomp. Slimmer Podcast op Instagram. Via de website reageerde Timo. Kan natuurlijk ook altijd. hè www.slimmerpodcast.nl En we hebben heel wat mail gehad. Mensen weten ons goed te mailen. Uh, via post.slimmerpodcast.nl Onder andere uh, van iemand die zich graag aangeduid ziet... als een internationale sportbestuurder. Juri ja. Nijs. Peter Dijks. Mailde me liefst maar twee keer. Frans Rutte kwam voor mij. Jeroen Bouw. En ondertussen kwam ook... Uh, op de WhatsApp Menno Veldman langs. En uh, in het in levende lijf kwam ik nog... <laughs> Lucas van Rosmalen, Remco Renes tegen. Kortom. Het bracht wel wat in beweging. Dat dus is, is ja, Daar ging het om, hè? Daar ging het om. Ja. Uh, het was niet zozeer praktische tips, merkten wij onderweg ook, maar wel interessant. Ja. En uh, de eerste vraag die we aan al onze gasten stelden: Waar ligt nou de grens tussen slimmer presteren en doping? Ja, laat ik hem ook maar eens uh, als aftrap van deze slotaflevering aan jou stellen, Ja, Jurgen. Ik, ik, nou ja, ik was verbaasd eigenlijk dat iedereen toch nou, bijna allemaal gewoon zei: Ja, wat op de dopinglijn staat. Oké, okay, als je dat neemt, dan, uh, ja, dan is het doping. En alles eromheen nou, is het geen doping. Ja. Me, met uitzondering van Marco. Marco ja. Knippen was een stuk genuanceerder. Misschien ook omdat hij natuurlijk wel onderzoek gedaan heeft naar het schildklierhormoon. Om er maar eentje te noemen die Wat, niet, niet op de doping nee, staat. Dus geen doping is. Maar waar je wel kan afvragen, ja, hoe, uh, waarom zou je het nemen? Uh, is, is dit uh, nog eerlijk? Of uh, dus... Ja, nou dat is interessant. Want ik ergens kan ik me natuurlijk vinden. Het is lekker makkelijk om te zeggen: tuurlijk, uh, alles op de dopinglijst. Uh, ja, dan moet je vanaf blijven. Klaar. Mm -hmm. En als je gepakt wordt, ja, dan word je gepakt daarop. Maar ja, ik bij mij met alle kennis die we nu ook hebben over welke stoffen erop staan. Uh, ja, wat de straffen precies zijn. Wie er gepakt worden, wie er allemaal niet gepakt worden. Ja, Waar ik kom vind. Jij het... uit? Ja, ik kom toch. Ik zit denk ik, ja, het is lastig. Ja, ik ben natuurlijk een amateursporter, hè? Ja. Met, uh, maar en een kritische volger. Ja. En, uh... en met een rol van dat ik ook na ga denken welke stoffen zijn dat allemaal en wat doen ze op de prestatie. En daarbij dan ook nog iets heb van ja, het zijn allemaal medicijnen, wat doen ze op de lange termijn. Dan zou ik denk ik aan de ene kant wel een hele voorzichtige zijn. Ja. Aan de andere kant denk ik, ja, een, een foutje is zo gemaakt misschien. Dus uh, als ik nou topsporter zou zijn, ik, ik denk toch dat ik ook gewoon de, de kant opschuif van, nou ja, uh, uh, ja, gewoon goed uitkijken met alles wat op die lijst staat en alles eromheen. Nou ja, uh, dat is slimme presteren. Ja, mis, alles mag. Ja. zolang je niet op de lijst kan. Nou, dan komen we meteen met de eerste reactie van een van onze vrienden van de show. Ik heb op een gegeven moment uh, een tijd zitten bellen met Remco Renes, yep, uh, trouwe volger. En die wezen mij erop. Ze dus zeggen: ja, maar dat is wel een hele technische ja. uh, in, in, uh, interpretatie van ethiek. Ja. En hij zegt: het is heel Amerikaans. If ja. it's legal, it's ethical. Ja. Maar ja, er is toch wel wat meer aan de hand hier. Het gaat over eerlijkheid, gaat over gezondheid. Ja, nee. Ik dacht, ja, heb je gelijk. In, maar het wordt meteen zo grijs en diffuus, hè? Wat ja. is het dan? Ja, ja dat is het, ja Volgens mij begonnen we de eerste aflevering, zei hij al, van de, de 100 tot 120 kilometer. Ja, dat sprak eh, ik met hem ook over. Ja. Ik rijd te hard, maar als ik niet gepakt word, ben ik dan ja. nog steeds een eikel of niet? Nou ja, en, en dan kun je ook zeggen van, ja, wij zijn ook niet roomster dan de paus, dat we echt daaronder gaan zitten. Of dat we er, daar nog ruim onder omdat we denken, nou, milieutechnisch. Maar ook met, met in het achtergrond van, nou, Milieuvervuiling, inderdaad. Of veiligheid. Nou, we, we doen lekker rustig aan. Ja. Nee, dat doen we ook weer niet. Dus ik nee. bedoel, dat is, uh, is. Ja, ik, alleen het is wel, ik kan het systeem van uh, uh, flitsen en, en, uh, en, uh, en snelheidslimieten en dat opsporen. Dat is een stuk eenduidiger, laat ik het zo zeggen. Ja. Uh, daar heb ik meer vertrouwen in dan het doping systeem. Ja, want daar zijn we in deze zeven uur doping specials. Ja. Ook wel achtergekomen dat er allerlei rafelranden zijn. Waar je denkt, nou is dat helemaal eerlijk? Gaat dat helemaal juist? Ja. En tegelijkertijd is dan ook maar vast te stellen, en ik denk dat uiteindelijk iedereen ook naar, maar naar die technische definitie vlucht. Als je ruimte laat voor interpretatie en nuance, ja, dan ga je op een, helle, uh, ja. een helling nee, waar je niet afkomt. Natuurlijk. Ja, klopt. Want dan zou je bij elke, elke dopingzaak dan zou je, uh, heel transparant moeten zijn. Ja. Uh, atleet sowieso en dan uh, ook de dopingautoriteit. Ja, en daar dan uh, gesprekken gaan voeren. En, en daar dan, ja, ook bij jou, goed met deze verklaring, ja, dan kunnen we inderdaad de straf wel wat minder krijgen. Ja. ja, dan creëer je precedenten, noem maar op. Dus je wil ergens, snap ik ook wel, het een beetje, ja, dat je voor een zwart-wit benadering bijna gewoon per ja. definitie kiest. Maar ik, als ik goed naar jou luister, hoor ik je ook zeggen, ja, als ik erachter kom wat er allemaal op ja. staat en wat het allemaal wel en niet doet, zit je ook ergens van, nou, het mag allemaal wel wat losser, ja. want het systeem is Absoluut. ook te streng. Nee, en ik blijf erbij en dat, dat, dat is denk ik ook de boodschap en de, de reden om dit te doen. Is toch dat mensen, als ze eens een keer lezen over een dopingovertreding of een straf, niet meteen gaan zeggen: Jezus, van uh, ik, ik voel me gepiepeld. En nu verklaart dit uh, de, de prestaties van die en die persoon. Hè? Mm -hmm. Of uh, mm -hmm. man, vrouw, maakt het allemaal niet uit. Je bedoelt maar, nu mensen die naar sport kijken. Ja. Hè? En, in de en de krant dan toch lezen, lezen dat iemand of horen. Wordt, wordt. Ja. 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 En daar, dan is dan toch het oordeel: van ja, nu snap ik het wel. Ja, daardoor uh, fietsen ze zo hard. Of, uh, dat, dat ze toch even gaan nadenken, oké, okay, welke stof precies een mogelijke verklaring en, en, en daarbij ook van jongens, euh, ja, het is niet anders. El, elke sport die je ziet, olympische sporten of, of het wielrennen nu waar het ook lekker, lekker aanvallend wordt gefietst. Ja, we kunnen niet uitsluiten dat er ook nog steeds gewoon middelen worden genomen. En uh, ja. Ja, dat de controles uh, die allemaal niet opsporen, laat ik het zo zeggen. Exact. En dan Zonder dus te terug... zeggen dat ze allemaal een doop zitten, want dat is natuurlijk exact. Een want Het uitstieken. kan ook dat ze ja. heel slim presteren. En het kan ook nog, hebben we uit het verleden geleerd, dat dat nu slimmer presteren is. En dat straks of nieuwe testmogelijkheden ja. of nieuwe normen komen. En dat het blijkt dat het toch doping ja. was. Ja. Met de kennis van dan. Ja. Dus bijvoorbeeld met een schildklierhormoon, dat ja. dat dan toch op de dopinglijst komt. Andere stoffen die ja. inderdaad in zwang zijn. En uh, ja. Hey, en dan toch ook even over dat uh, ethische. kreeg ik ook een appje van uh, Menno Veldman. Ik zag het al. Hij zei. Uh, ja, na aanleiding van onze eerste aflevering. al. Ik vind het wel een beetje. kort door de bocht, mannen. om uh, mensen die gepakt worden. Uh, weg te zetten als mensen die de sport kapot maken. Ja. Dat is een beetje hey. aansluitend. wat jij nu zegt. Zeg, in dat boek van Tyler Hamilton komt dat ook mooi naar voren. Als je nou bedenkt dat je je hele leven je opleiding gooi je aan de kant, je traint je helemaal de blubber. En je komt gewoon niet mee. En je komt erachter dat al die ja. andere mannen zitten aan de Epo. Ja. En in zijn context was dan ook nog: in de ploeg is, wordt dat gewoon openlijk gedaan? Ja, één, dan ben je wel een hele rechtlijnige. Om dan te zeggen ja. aan mijn rugger, dan ja, stop ja, ik wel met fietsen. Ja. En hij zegt dan ook: Ja, hoeveel keus heb je nou eigenlijk praktisch gezien om ja. van carrière te switchen? Nee, goed punt. Zijn dat gezagde omstandigheden? Nou, en hij werd natuurlijk onder druk ook nog gezet. Van uh, uh, natuurlijk de ploeg waarin hij in zat en, uh, en de kopman daar. Nee, dat, dat nemen we dan allemaal inderdaad te weinig mee. Ja, dat geeft weer die hele om, Omerta weer of zo. Ja, kom uit die kast, zou je bijna denken. Hè? Ja. Dus ik heb er eigenlijk en nog steeds ook na afloop van je carrière. Ja, uh, hoe, th hoe uh, Thomas Dekker. Ja. Ik bedoel, uh, die heeft er hele shit over zich heen gehad, ook vanuit uh, het wielrennen zelf. Want zoiets doe je niet. En dan ga je, ja, natuurlijk heb je weer. Dan... Wat doe je niet? Het feit dat hij zoveel pakt of het feit dat hij uit school klapt. Uit de school klapt, ja. En namen en ja. uh, na mijn rugnummers noemde, waarvan mensen weer zeiden, ja, maar dat klopt weer niet, dat verhaal. Uh, ja, nou, dat vraagt eigenlijk weer om: van ja, uh, vertel jij jouw verhaal dan? Of, ja. En daar is natuurlijk een grote groep die inmiddels dat. Of er is een groep die dat gewoon nu wel verteld heeft. En op de blaren moet zitten misschien, denk ik. Ja, ja. Maar bij anderen waar je nog steeds... Ja, en ik vind het toch ook nog te makkelijk om te zeggen... ja, maar we deden het allemaal of zo. Ja, toch? Ja. Want dat zou even weer vertalen naar andere contexten... waar dingen niet mogen. Dat je zegt, ja, ja jij ja, woont ja, in een hele precies. arme wijk... dus jij mag ja, wel stelen. Ja. Ja, 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 nee, dat mag gewoon niet. Dus toch? ik bedoel, met, met, met goede uitleg erbij van waarom... en dat Kunt je onder begrijpen. druk stond. En ja, prima. Maar dan wil ik wel het verhaal nog horen of zo. Ja. Van, ja. En dan blijft en dan... nog steeds dat het een... Toen op zijn minst een prestatie buiten de regels was. Ja, ja. En dus dus uitslagenschappen terecht. Uh, ja, ja, maar dan. We... Maar dan wel van iedereen. Ja, is... wel, ja, ja, precies. Nu niet, een beetje niet met selectief, twee maten hè? en uh, ja. Ja. Dus dat is het perspectief van de kijker en de, en de ethiek. Ja. We gaan een beetje doorheen vliegen. Jij hè? Want, uh, ja, ik vind uh, na zeven uur uh, praten over <laughs> doping, uh, moet ik eigenlijk bekennen: ik heb veel geleerd, maar ik ben niet wijzer geworden. Als je begrijpt wat ik bedoel. We hebben echt heel ja. veel onderwerpen gehad. En ik weet eigenlijk nu nog steeds niet zo goed wat ik er nou van moet vinden. Het wordt alleen maar moeilijker. En, ja. en deels ook omdat iedereen zijn eigen verhaal uh, heeft, zeg maar. En in zijn eigen straatje misschien praten. En zijn eigen... eigen ja. Opgedaan door, door gesprekken of ervaring of... De rol uh, waarin iemand zit. Ja, he, ja. Dat, dat is logisch dat Herman Ram iets anders zegt dan Douwe de Boer. Ja, andere. dat is logisch. En het is ook logisch dat Thijs Zonderveld iets anders ja. zegt dan. En, en ik begin langzaam te denken: misschien hoort het er ook wel bij. In de zin, enerzijds hebben we het met Thijs over en wij met elkaar over. Als we nou zo'n magische prestatie krijgen, dan is die dag die emotie daar gewoon. Ja. Dat is prachtig om te zien. En die spanning en die opsporing van het feit dat er mensen over de schreef gaan en dat kat-en-muisspel. Is dat wel gewoon onderdeel van de lol van sport? kijken? dan ja, is, is ja. dat een heel rare positie. Ja, om te ja. Wil je zo lang wachten dan ook? En dat je dan, nee, dat jaar, is natuurlijk vervelend. Jaar... Maar tegelijkertijd, ja, ja, het, is, het, ja het, het hoort er ook wel ja. bij. En mensen inderdaad die, die dan proberen het systeem te omzeilen en ja. dan slimmer zijn en dan toch uh, tegen de lamp lopen. En dan ja, ben je ja. blijkbaar een grens dus over. Dus dat gegaan. je nu, nu met die nieuwe regels voor uh, veiligheid op de fiets: hè, dat je die, uh, die tukhouding niet meer mag. Ja. Dat dan mensen toch weer met nieuwe dingetjes komen. Met nieuwe maar nieuwe maar, houdingen die. Ja wel iets aerodynamischer Dat zo'n camera gaat inzoomen en dan ziet van ja, hé, hij zit toch een millimeter boven het zadel of achter het zadel. Dat is zonde natuurlijk. Je moet gewoon gaan. Wie kan het hardste trappen? Nee, maar ja. Volgens mij appte jij dat ook of zo. Kijken we naar onze eigen MVDP. Ja. Fantastisch. De wielrennen dit jaar heeft daar een heleboel van, want Ik vind het Fantastisch om de man te volgen. Ik vind het fantastisch om te zien wat hij doet. Tegelijkertijd, als er een buitenlander zou zijn, ja. hè, dat zeggen ook alle onze gasten die we spreken, die zo magistraal kan ja. presteren. Ja. Dan gaan ook alle. Allemaal. Ik ben een beetje blij dat nu. Hè, het is dus 1 april 2021, afgelopen week lijkt hij wat in te storten. Hè? Dat ja. hij toch iets te veel gegeven heeft in Italië. Gelukkig, maar zo we dan maar zeggen. Bewust of onbewust, daar ja. weet je nooit meer. Ja, ja, dat zou heel cynisch zijn ja. dat dan uh, zijn dopingdokter ja. zegt: nou moet je nu even wat minder ja. presteren. Moeten we dan nu nog maar even het schakeltje meteen maken naar Hirschi? Uh, Waarom ja. gevraagd werd. Waar, uh... Ja, want er is, ja, we zijn nu toch bij het wielrennen. Dus ja. uh, laten we dat doen. Er, er is natuurlijk veel gebeurd. We hebben nu, dit is de achtste week van onze doping specials. Ja. En in die twee maanden, het is natuurlijk ook. Als je net een rode auto hebt gekocht, zie je heel veel rode auto's. Maar er was veel dopingnieuws. Ja. We hebben natuurlijk uh, uh, Heersje gehad, die weg moest bij Team DSM. We hebben uh, Freeman uh, de rechtszaak ja. gehad, de dokter van Team Sky. En we hadden we... afgelopen weekend de Verwentis-documentaire. Dus laten we even snel die ja, onderwerpen nee, afgaan. En, Wat... en we hadden natuurlijk de pech dat we met Thijs precies opnamen. Ik kwam thuis oh. en toen keek ik even, heeft hij misschien... Uh, op Twitter gezet van hey jongens ik mag aanschuiven bij je nee nee ging nee, nee. 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 maar wat stond er wel hij had wel het nieuws van dat er wat meer aan de hand was met Heerschi ja. zonder ja met eigenlijk uh, precies te beschrijven wat er aan de hand was maar in ieder geval nou het was natuurlijk ja raar dat zo'n toptalent als Heerschi uh, ja, vorig jaar in 2020 ja. fietste die de, de stenen uit de straat en dat hij nu volgens mij nog gewoon bij de ploegpresentatie zelfs was. En, uh, nou, en iedereen van ho, is daar wat gebeurd? Ja. Nou, toen werd natuurlijk geld genoemd. Uh, van ja, ik kon meer, veel meer verdienen. En dan gaat hij nog naar die ploeg van Bogetar. En nou ja, en Thijs die had daar toch wel wat mensen gesproken, denk ik. Uh, en ja, daar was iets, daar was meer aan de hand. Maar ik, ja, zoals ik het interpreteer uh, en ook aan de hand van het gesprek wat hij met ons had, ja. dat kreeg ik het gevoel, nou ja, DSM zit er bovenop. Laat ik ja. het zo zeggen, die, die heeft nog, nogal striktere regels dan andere ploegen. Ja. En die, ja, leest van, geef, ja, geef aan waar jij bent, continu denk ik. Ja. Uh, en plus daar daarbij, uh, ja, jouw data moet je delen, continu. En daar was iets opvallends, of iets in ieder geval waar ze van hadden: hé, hey, is dat wel in de haak? Hebben ze bij Heertje natuurlijk gevraagd van: uh, ik, nogmaals, ik weet niet wat precies wat was. Van: kun jij dat verklaren? Heeft die onvoldoende kunnen uitleggen? En gewoon weggestuurd. Ja. ja. En wat dan raar is, en uh, Hans Luijendijk uh, tipte ons via Instagram uh, ook inderdaad op deze casus: uh, dit is een typisch waar rook is, is vuurgeval, mm -hmm. want we weten qua feiten niks. Ja. Nee. We weten dat hij ja. is weggestuurd en we weten dat ze met elkaar hebben afgesproken dat ze er niks over zeggen. Ja. Alleen doet mij denken aan een gesprek wat ik onlangs uh, professioneel had met een rechter. En die gaf als tip: stel je toetsbaar op. Oftewel, als je wil dat ik jou als rechter mm -hmm. eerlijk, hè, als je een eerlijke kans wil maken, dan moet je zorgen dat ik ook kan oordelen. Ja. Nou, waar dat, wat daar niet bij hoort, is afspreken met elkaar dat je er niks over naar buiten brengt ja. nee, en iedereen klopt. gaan laten raden. het ja. kader van de transparantie. Ja. 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 ja, dus dat is uh, opvallend. Ja, reis. ik denk andere tijden sport over uh, acht jaar, dan weten we meer <laughs> ja, dan, dan als Hershey ja. wel of niet uh, de, de Tour heeft gewonnen, zeg ja. maar. Of er kan iets heel anders spelen, ja. dat ze gewoon onderling ruzie hadden. Ja. Maar dat weten we dus ja. niet. Ja. Nee, dit helpt gewoon. niet, laat ik nee. het zo zeggen. Nee. Door het zo weer weg te, te moffelen eigenlijk. Ja, wat helemaal niet kan uh, in deze tijd. Daarover ja. gaan wij erover praten inderdaad. Ja. Ja. Het, is, het is bijna zoals... Overwegmoffelen. Uh, wegmoffelen. Ja. Stel, je hebt lichte erectieproblemen en je vraagt <laughs> aan je teamdokter of je wat testosteron gel ja. mag gebruiken. Ja. Zou jij die... Nee, even voor, toch voor de mensen, want dit is veel voorkennis. Uh, We hebben allebei geluisterd naar de Science of Sport podcast. De uh, podcast, Engelstalige podcast van Ross Tucker, professor uit Zuid-Afrika. Ja. Ik vind het inmiddels bijna spooky hoe... Wij onderwerpen en zij onderwerpen ja. die erg over elkaar heen liggen. Nogmaals, wij kijken ja. niet naar hun en ik neem aan dat ze ook niet naar ons <laughs> kijken. Tegelijkertijd kun je ook denken, het zijn onderwerpen die ja. natuurlijk aan bod komen als je over wetenschap en sport praat. En zij hadden een week of twee geleden een aflevering over uh, Dr. Freeman, de dokter van de skyploeg, ja. die terecht stond. Nou, let op, terecht stond. Dat is een van de dingen die ik daar gelet. Hij stond niet terecht in een rechtbank. Hij was voor een medisch, medisch tuchtcollege geroepen. Ja, ja. Omdat hij mensen medicijnen zou hebben gegeven die, die, die ze niet nodig zouden hebben. Ja. Met, met hem verweten, de intentie om te dopen. Ja. En hij is daar dus ook voor veroordeeld. En in die podcast gaan ze op in. Ja, dit is waarschijnlijk topje van de ijsberg. Die hele Skype-ploeg is zo rot als wat. Ja, wat of zich mensen al... Uh, het idee hadden aan de hand van uh, wat er naar buiten is gekomen met die medische testen destijds. Ja. Met Vroom in ieder geval en dan uh, met Hooyansen. Ja, hij had, hij had, er waren medische testen rijkelijk voorraden. Dus ja. Oftewel doktersbriefjes, waardoor zij van alles konden gebruiken. Ja. We hebben natuurlijk met Vroom de case gehad dat die gepakt werd op salbutamol. Ja. En dat Die, ze de, uiteindelijk tot aan het kast, nou, ze hebben het eigenlijk geschikt, maar ze zijn gaan aantonen dat de testmethode sabutamol niet klopt. Nou, ja. daar zei Thijs van vorige week, dan mag je dus nu nooit meer iemand daarop voordelen. Nee. En dat gebeurt dus nog steeds wel. Ja. De befaamde de, de jiffy bag, ik heb dat toen opgezocht. Wat is een jiffy bag? Dat Wat is, is een, een jiffy bag? Ja, een nou, uh, gewatteerde envelop. Ah, gewoon een bubbeltjes-envelop. Ja. Nou, daar, daar zat dan een middeltje in en dat is dan hals over kop. Tijdens een, een, een ronde, niet een hele grote ronde, maar een Dauphiné-achtig ding, geloof ik, van Engeland naar Frankrijk gestuurd. Voor een renner, volgens mij voor Wiggins. En uh, nou, de grote vraag is: wat zat daarin? Nou, volgens de gegevens van, uh, van, van Sky destijds, nou, onschuldig middeltje. Hij ja, had wat. wat, wat uh... Verkoudheidsklachten. Ja. ja, tuurlijk. <laughs> Waarbij iedereen iets had. Ja, hallo. En dat <laughs> schijnt dan, dan over post. kop vanuit ja. Engeland. Alsof ze dat in Frankrijk niet even bij een apotheek kon komen. Nou, dat. Nou ja, het is een optelsom. soms. Het van, van de duivel. Je zou natuurlijk kunnen zeggen: zomaar in Frankrijk bij de ja. apotheek wat kopen. Dan weet je niet dus wat erin zit. Dan word je gepakt door de ja. doping. Dus maar de, wel voorzichtig ook dat uit. heeft weer met die transparantie te maken. Die was er niets, nooit goed uitgelegd. Dat is het. Laat dan gewoon zien wat er ja. in zakjes zat. En ze ja. hebben in het begin jaren. Nou, Freeman bleek geen uh, hele <laughs> frisse dokter te zijn. Uh, een, een, een open dokter. Ze hadden uh, dokter Leinders die ooit uh, ook bij. Was het nee. Rabo volgens mij? Ja, maar was nog. voordeel Of we niet wel in ieder geval in de geweest. Dus met net doping, verkeerde de doktoren. Ja. Uh, nou ja, en tel dat allemaal op. Uh, het is meer een kwestie van de lange adem. Dat ze het nu via. Maar het geeft ook weer aan dat ze via een beetje tuchtrecht uh, zaken boven tafel krijgen. Ja, ja. Dat het op normale manier dus niet lukt. Omdat je als je de, gewoon weet waar de grenzen liggen en daar een beetje het, het schimmige gebied kan, kan op, opzoeken dat je dan ook wel manieren vindt om. Ja, ja nogmaals wat, wat is er nu van over, ja, tien jaar later, oké, okay. uh, Freeman heeft testosteron uh, gels, gels gekocht, dat gekocht. is een feit uh, eerst had hij gezegd dat zijn het om, was, om een coach was, die ja. Sutton uh, die heeft in alle toonaarden ontkend ja. Uh, ja voelde zich op zijn pik getrapt uh, letterlijk <laughs> word, van word uh, felling, ja. Uh, aha, ja, ja, ja jij kan me niet meer uh, omhoog krijgen of jij uh, je kan niet meer presteren in bed, dus uh, nou dat wil die Sutter niet horen, dus die heeft dat uh, krachtig ontkend en uh, uiteindelijk is er nu uit, ja het is besteld voor een renner, ja, maar dan wordt ook weer niet, ja wie dan nou, wel? Hè? en wat en ik leerde dat's... uit die podcast met Ross Tukker is dat wat is nou zo interessant aan testosterongel? Je kan dat ja. Opsmeren mm -hmm. en als je dat op de goede momenten doet, s'nachts, dan is de dosering ja. zo laag dat het wel je herstel bevordert. En dat, is, dat, is eigenlijk, dat heb ik wel geleerd vanuit uh, de specials ook. Dopinggebruik gaat niet vaak. Hè. Dat uh, roept is ook weer in de, in de documentaire afgelopen zondag. Ja. Je kan niet van een dafje een Formule 1 wagen nee. maken. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat iedereen is keihard aan het trainen. Rust is net zo belangrijk als trainen. En het gaat eigenlijk lijkt het steeds meer om beter of sneller rusten. Ja. Bijvoorbeeld testosterongel smeer je op je spieren. Daardoor herstel je sneller. De dosering is zo laag dat mocht jij dan ochtends getest worden, is het niet Beetje meer detecteerbaar. Niet ja. En zeg je dan, nou, heb ik dan in één keer met mijn testosteron ben ik een monster geworden? Nee, ja. maar ik kan wel iedere dag net even wat harder trainen. Dan mijn collega's. En, ja. en nou, daar zit dan gebruik. En zo schijnt het Schildclearing ook ja. deels te werken. En, hè, dus dat, en en dat het is, hele ja, micro-dosering. En dat is ook de hele kritiek op alle nou ja, wetenschap, voor zover die gedaan is, voor heel veel stoffen. Ja, die worden dan niet bekeken, van, de, van het herstel wordt niet nagekeken Wat puur prestatiebevordering, ja. uiteindelijk bij amateurs, noem maar op. Terwijl je het idee veel meer krijgt, het is het totaalbeeld van allerlei stoffen. En met name, ja, wie het snelst vertelt, kan het meest uh, trainen sowieso. Daar heb je altijd wel feit ja, van. Ik moet bekennen, en daarom vind ik die vraag zo moeilijk. Ik vind dit verhaal, bijvoorbeeld zo van die testocell. Ik vind dat toch behoorlijk slim plezieren, mm -hmm. <laughs> weet je ja. Het hoort niet. Nou, maar het... je doet het zo dat het ja. niet detecteerbaar is in een test. Dat ja. je er wel maximaal voordeel van hebt. Je moet nog steeds keihard ja. trainen. Ja, 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 nou ja. En, en dan met het verhaal van Herman Ram, dat hij zegt, ja, nou ja. Over vijf jaar hebben we nog betere opsporingsmethoden. En Dan komen we hier wel achter. Dan komen we, dus wat dan? Dan, krijg je, ja, dan ga je nog lager in die dosering van, van, van die pleisters. Ja. ja, tot het niet meer werkt. Dan wordt het micro-dosering, nanodosering. Ja. ja, dan is het gewoon placebo inderdaad. Dan maar is we het we weer iets anders. Want we horen dus ook dat ze bij Sky lijken te experimenteren met blues en brownies. Ja. En blues zou dan gaan over Viagra-pillen. Ja. Uh, niet wederom, er zit daar wel een thema met erectiestoornissen. Maar in dit geval is Viagra ja. natuurlijk ook ja. een vaatverwijderaar. Dus dat zou helpen om meer bloed door ja. je lichaam heen te krijgen. Zo is oorspronkelijk natuurlijk uh, op de markt uh, gebracht of ja. gedacht. Van ja. nou, daar ja. gaan we het ontwikkelen. Bloeddruk Bloeddrukverlager door uh, ja, bloedvaten open te zetten. Ja. En daardoor. Uh, Toen ik dat uh, zag, ik ben nog een visueel ingeteld. <laughs> maar het lijkt me echt heel ongemakkelijk op een fietszadel. Toch? <laughs> ja, die, die grappen komen altijd wel langs, inderdaad. Ja. ja totdat ze inderdaad achterkomen van ja het is inderdaad een, 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 een zeker een vaatverwijder maar dan op hele specifieke nou, een weefsel. Klekker. ja ja ja, ja, en ja. Nou, het, kortom staat Viagra nu op de dopinglijst nee nee, nee. nee. oké okay, dus dit zou nog ook ja, dat kun een gewoon, legaal ja. uh, dit je gewoon nemen? ja ja nou ik, uh, we zijn nee, al nee maar dat geeft ook weer aan van ja wij, wanneer komt iets wel of niet erop dus ja. En, uh... en toch goed voor de mensen die nu instappen, want wij zeggen net, ja, het is eigenlijk vrij duidelijk dat het niet één op één prestatiebevorderend is, maar het zijn drie criteria: Prestatiebevorderend, uh, gezondheidsklachten. Ja. En dan Against the Spirit of sport. sport. En ja. daarmee zou je bijvoorbeeld nog zo'n Testo gel applicatie kunnen scharen. Dat je zegt, ja, het is niet meteen prestatiebevorderend, maar over de lange termijn ja. wel. En dus ja. Against the Spirit of Sport. Ja, en daarna, dat is ook wel een um... dat is goed om nu te benoemen, denk ik. Ja, er zit ook nog uh, iets, iets specifieks met testosteron en, en spieraanmaak, spiergroei, spierherstel. Uh, dat er toch een soort geheugen zit in spieren. Hè? Spiergeheugen mm -hmm. noemen ze dat. Mm -hmm. Dus als jij spieren eenmaal getraind hebt, ja. een tijdje niks doet. en dan weer opnieuw gaat trainen, dan pikken ze het eerder op. Hè? De aanmaak of dan, uh, de, de aanmaak van eiwitten. Ja. Het, het remodelleren van die adaptatie van de spieren. En die studies zijn ook gedaan, weet ik, in ieder geval in proefdieren met testosteron. Gewoon een testosteron gegeven in muizen. En dan volgens mij echt jaren later is gekeken van komen we die effecten dan nog tegen. Ja. Dus is er nog, uh, en dat, dat zien ze aan de hand van het aantal uh, spierkernen. Ja. En daar kwam toch eigenlijk uit dat, dat dat tien jaar later, nou misschien tussen vijf en tien jaar, nog steeds het effect daar is. Ja. Kortom, dat is als... eigenlijk ook wel logisch, toch? Als je meer spiermassa weet te kweken, die je vervolgens kan gaan trainen ja. en dan lange termijn kan gaan maar trainen. Maar ja, het gaat je ook denken van ja, als jij gewoon continu met een klein beetje die microdosering maar op pijl houdt, dan, ja, dan heb je daar dus. En zelfs stop je er af en toe mee. Ja. Als het uh, een beetje te link wordt, of. Ja, uh, ja. Nou, dan heb je nou, enorm heb veel voordeel van. Dan heb je hele carrière ja. daar nog profijt van. Ja, ik kan me niet uh... aan de indruk Ik vind dit dan toch slim. Je ja. hebt toch wetenschap om de hoek. Maar ja, goed, dus dopingtestels rond mag niet. Sluit aan bij een vraag die we kregen via onze website van Timo. Die schreef onder een aflevering: um, Ik heb een vraag voor deze aflevering van de doping specials en bij het zoeken op internet kwam ik het niet tegen. Vind ik goede Timo. Eerst ja. even zelf googelen. Um, hij zegt worden geschorste atleten ook gecontroleerd tijdens hun schorsing. Klinkt logisch, maar is dat ook zo? Het is ontzettend goede en een, en een logische vraag, Timo. Ja. Denk ik, maar ik weet, We niet weet het, het is, niet. Maar hè? ik ga er wel maar Shit, man, De podcast er wel, die zich voorstaat ik, op feiten. Dat is, het 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 gewoon is aan niet de hand van de verhalen van dat je wel eens oud-sporters hoort die echt gestopt zijn. Mm -hmm. En dan toch nog eens een keer een, een, controleur op de stoep, een controleur op de stoep hebben staan. Ja. Alleen, ja, je kan je ook wel voorstellen van, nou ja, in principe is nog steeds de helft van de tests is in competition. In competition, dus, dus daar sowieso niet. Nou, dan, nee. Dus het zal best, maar of hoe structureel dat zal zijn. En, uh, en het heeft ook te ja, denk aan zo'n Dumoulin nu die een, een sabbatical neemt. Ja, Die ja. alweer volop aan trainen is ja. over links en rechts. Hè? En of mensen in nou, met schorsing. Maar ja, die, die schorsingsduur van van twee jaar of vier jaar, dat zet je ook met het verhaal wat ik net vertelde, met dat spiergeheugen. Ja. Ja, het, het zal toch niet zo zijn dan je bent geschorst. En denk, nou ja, ik kwam er wel even goed uit, want ik heb toch ik twee, jaar twee jaar gegeven, beuken. Ja, ja. Precies. En uh, nou, ik spuit me lekker vol en neem van alles. Aan de andere kant is de kans wel, denk ik, toch een stukje minder dan dat ja, jij dat twee we... jaar lang in de, in de picture staat en enorm presteert. En, en dat, dat hebben we ook uh, geleerd in ja. deze doping specials. Hey, diverse mensen zeggen: de grootste anti-doping uh, maatregel is pakkans. Ja. Uh, en ongeacht, eh, naar de, de vraag van Timo, of je nog gecontroleerd wordt, zal het sowieso veel en veel minder zijn. Ja. Dus in die zin, uh, geschorste atleten. Tegelijkertijd, ja. Nee, en met daarbij, denk ik, de straf. Als je exact. dus wat, wat Herman uh, Ram ook uitlegde, ja, waarom is die zo gest of ja, toegenomen van, van, uh, nou ja, van twee naar twee vier? Ja. En we willen naar acht misschien toe. Ja. Dat is gewoon eigenlijk dat iemand die eenmaal gepakt is, gewoon niet meer een sportcarrière gaat hebben. Precies. Dat die jaren die worden nou ja. gewoon uitgeknipt, een ja. beetje oud en dan niet meer terugkomen. Ja. ja. En dat is, uh, ja, da daar is ook wel wat voor te zeggen van, want ik denk nog steeds, wie heeft. Volgens uh, uh, Ram is het volgens mij de atleten willen dat. Ja. Ik vraag me af of dat inderdaad ja, of dat heel netjes allemaal uitgezocht is. Nou, dat vond ik ook moeilijk. Dat of... zei hij bij ons. Hè? Zei, ja, de ja. atleten hebben zelf gevraagd om strengere straffen. Toen dacht ik, ja, de, atleten, ja. de atleten, hoe georganiseerd ja, dan zijn die? Wie nee, zijn precies. de woordvoerders? Ja, een goed punt, want die atletencommissie is er natuurlijk. En er zit ook een atletencommissie bij WADA... Maar als je goed kijkt, ja, hebben die echt een minieme rol. En dat is ook precies wat, wat Douwe de Boer continu zegt. Ja, wat is nu het grote probleem eigenlijk? Iemand wordt betrapt en dan ja, staat er alleen voor. Uh, atleten hebben zich niet uh, in een of een andere vakbond uh, gegroepeerd. Komen dus niet op voor elkaar. Nee. Uh, Kijken eerder van: ja, hey. Uh, nee, fijn je, is weer concurrenten Ja, ja precies. Zo, die is van of bord Ik vertrouwde jou en uh, ja. nou heb je toch dit geflikt. Dus ja, dat is de hele manier, denk ik, waarop uh, de doping, uh, antidoping nu is ingeorganiseerd inge natuurlijk. Ja, ja uh, atleten, daar draait het toch om. Die ja. willen toch sporten eigenlijk ja. en, 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 en medailles halen en kampioenschappen doen uh, en wedstrijden. Ja, is daar goed nagedacht bij het opzetten eigenlijk van het hele systeem van wat willen de atleten eigenlijk? Dus ik vraag me ook daarbij af van hoe goed... Ja, is, is dat inderdaad de stem van elke atleet? Dat ze zeggen, nou, uh, acht jaar, doe maar. Ja. En dan nee, denkende niet, aan degene die uh, uh, aan de Hink Schokkers en de, ja. de Jordi van Loon. Ja, Loont. waar we mee begonnen in aflevering nou. 1, hè, amateurs. Als we dat hoekje even ingaan. Uh, Lucas van Rosmalen, trouwe volger, die ja. zei ook uh, op een gegeven moment... Ja, wat mij vooral bijblijft is... Hoe kun je nou zo'n streng systeem hebben, wat zo hard straft... Wat zo weinig mogelijkheden voor beroep kent... Ja. Uh, als de uh, lijst en de verboden stoffen zo arbitrair tot stand ja. is gekomen. Ja, helemaal mee eens. Eens, hè? Ja, zeker dat 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 ja. in lijn met de kritiek. Ik, ik, ik denk dat Oudere Boeren natuurlijk <laughs> vanuit zijn rol wel heel erg uh, uh, kort door de bocht door te zeggen: ja, van niks is eigenlijk nee. aangetoond. En we, eigenlijk kan uh, er heel alles gewoon, die hele dopenlijst slaat nergens op. Kort <laughs> samengevat. Ja. Het ligt natuurlijk iets genuanceerder, maar ik ben het wel uh, met hem eens, met anderen. Dus ja, die, die hele lijst moet gewoon een stuk korter. Ja. Misschien per sport kijken van: oké, okay, wat zijn hier nou echt de top 10 middelen van? Dat willen we niet, want dat is duidelijk van, uh, dat dat prestatiebevorderend is. Doe het op die manier. En tegelijkertijd. En ook transparant in. Want ja. ook dan, dan noem jij inderdaad twee van de drie criteria waaraan het moet voldoen. Van. Uh, maar bij, bij geen enkele stof kun je vinden van nou criterium 1 en 2 of criterium 1 en 3. Nee, nee. Ja, ben daar eerlijk in. Ja. Toch, ja, vind ik. Ik denk het ook als het belang zou zijn om het allereerlijkste systeem te hebben. Ja. En er zit natuurlijk een, altijd een driehoek tussen kwaliteit, kosten, tijd. Dus het wordt dan natuurlijk ook een heel duur systeem ja. waar we heel veel tijd nodig ja. hebben voor allerlei testen, beroepen, overleggen. Dus ik denk ergens, en daarmee wil ik niet goed praten ja. wat er nu is, maar ik kan wel begrijpen dat op een gegeven moment als ze zeggen ja, we moeten wereldwijd gewoon één ja. lijn hebben. Ja. Wereldwijd, hè? Ja. Dat is niet eens ja. Europa met 28 nee. landen. Ja. Wereldwijd. Ja, ja. Wat, wat, nou ja, we hebben wel geleerd uit de aflevering vorige week met Thijs Sonneveld over zijn afstudeerscriptie ja. notabene. Mm -hmm. Die deed daar onderzoek naar en zei, ja, nou, dat is voor gewoon willens en wetens worden de mensen vermorzeld in het systeem. Maar dat is de enige manier ja. om zeker ook voor de top gewoon een harde duidelijke lijn neer te zetten. Dat sluit wel aan bij een reactie van Erik Slomp op Instagram. Uh, Instagram, het slimme podcast. Die zei, um, ik vind dat heel lastig met dat amateurs. Kun je een objectieve scheidslijn trekken tussen amateurs en profs? Is dat mogelijk? En is het dan niet heel subjectief... Om daar dan verschillende regelgeving op toe te passen. Bijvoorbeeld, ja. wat nou? In onze eerste aflevering: een amateur als Hinkes Schokker, die meedoet aan een Nederlands kampioenschap. Daar wint en iedereen naar huis speelt, of je nou prof bent of niet, moet je die dan anders behandelen? En daar merk ik bij mezelf aan de ontwikkeling. Toen ik begon mm -hmm. aan de doping specials, had ik eigenlijk alleen jouw pointer aflevering, Pointer Radio, waarin het verhaal van Hinken werd verteld. En dat voelde heel onrechtvaardig. Ja. En, uh, inmiddels en ik weet niet of Hinke nog luistert naar al die denk ik toch wel, ja, wacht even. Maar het is in Nederland ook gewoon zo... iedere burger moet de wet kennen. En ik heb alle begrip voor wat Hinke is overkomen. Ja. En ik vind dat heel vervelend voor haar. Maar ik vind het niet meer oneerlijk en zielig. Ik denk, ja, luister, jij doet mee aan het Nederlands kampioenschap. Je wint. Dan moet je gewoon aan ja. de regels voldoen die voor iedereen gelden. Ja. En ik weet, Hinke, dat jouw geval is zeer genuanceerd en daar doe ik nu geen recht aan. Dus laat ik wegblijven bij het geval Hinke Schikken nu... In zijn algemeenheid. Ik vind ook, ja, een amateur die uiteindelijk NK's gaat doen... die kan winnen van profs. Ja, dan, dan is dat geen onderscheid, toch? Ja, nee, dat, dat is ook... Uh, we hebben het natuurlijk met helemaal Ram over gehad. En uh, ik moet ook zeggen, ja, het schrijft makkelijk... Als voor een journalist van, uh, in, in mijn stuk ook, ja. van... nou, de amateurs zijn de dupe, of ja. die... Zo is het natuurlijk ook als je de cijfers kijkt, de onbekende sporters. Dan kan je natuurlijk zeggen: ja, dat, dat hoort niet. Of dat zijn inderdaad die komen worden vermorsteld door, door de, 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 de spaken van het systeem. Ja. Kun je niet met twee maten gaan meten? Ja, Herman, die was die op zijn manier pareerde hij dat. Ja, helaas. Kijk, of helaas. Uh, ook topsporters in bepaalde disciplines in Nederland zijn am nog allemaal amateurs. Ja, Hoeveel hè? zijn nou echt profs? Dus, ja, en dan is het al lastig, wat is topsporter? Ja, iemand die inderdaad top 3 van zijn land is of top 5, top is al snel toch een topsporter. Ja. Dus het is een definitie voor een amateur. Ja, dat zijn de grote meerderheid, want niemand kan er bijna van leven. En moet je daar dan andere regels voor afspreken? Nee, want nee. we willen ook bij een, een, een WK uh, onder water duiken. Of een, een, een NK onder water. Uh, is ook dopingcontrole. Uh, badminton, uh, tafeltennis ja. of wat je allemaal neerschoelen. Ja. ja, dan wil je toch ook dat daar een uh, iemand. Nee, en dan komen we terug op het punt wat je eerder maakte. Wat belangrijk is, en dat heb ik ook geleerd uit deze doping specials. Dat. We op moeten passen met mensen op te hangen als ze met een ja. kop in de media komen. Ja. Want daar kan allerlei nuance achter zitten. Of dat nou is dat de testen niet eerlijk zijn, of dat het is dat je uit een context komt en je zegt ik wist het niet en dan ja. kan je begrijpen. Ja. Ik vind alleen niet meer dat je dan nee. uh, dat het dan oneerlijk is. Nee, je, je, nou, dat is ja, maar het, wordt jouw geval ja, uitgelegd. Maar hè? dan in het geval van Hinken, dan snap ik wel als zij zegt. Ja, ik heb nooit voorlichting gehad. Nee. Ja, waar moet je dat dan precies vandaan halen? Ja, nou, goed. Ja, ja, van, die, van je... die staat gewoon op de website van Dopingautoriteit. Ja, uh, het uh, schemaatje met ja. de gouden, zilveren en bronzen. Maar daar staat een heel trainingsprogramma. Ja. Die, die koop ik dus niet meer. Ja. Ik heb nooit voorlichting gehad. Dat is zo. Ja. En daardoor is ja, maar uitlegbaar wat daar op, overkomen op het moment is. dat jij aan een NK gaat meedoen. Of in, ja, de, ja dan, vind ik het, dan sport, is je verantwoordelijkheid van, uh, dat je dat ook ja. weet. Maar dan vind ik ook zoiets van, uh, uh, educatie wordt belangrijker. En dit wordt er steeds meer onderdeel van. Ja. Ja, dan moet dan denk ik, daar gaat het ook wel naartoe. Dat je gewoon inderdaad kan volgen van alle sporters binnen Nederland. dat ze brons, zilver, uh, goud hebben gehaald met hun ja. educatie... op de hoogte zijn kunnen afstrepen ook. Ja. Nou, en dat je dan ook overzicht hebt van iedereen die jij test. als dopingautoriteit. van Ja, nou ja, ja goed. Maar bij wie leg je dan de verantwoordelijkheid? Dus zeg je dan nee, nee, dat bij dat doping... wel Ja, toch nee, wel, absoluut. hè? Absoluut. Ja. 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 Maar dat ze aan de hand daarvan kunnen zien van, hé, hey, ja. God, het valt nog steeds op dat maar dat de helft. De, ja, de, precies. Dat ze meer de effort gaan stoppen de e in gaan e-learning. Ja. In die e-learning-courses. Ja, ja. En te zorgen dat die kennis wijder verbreid wordt. Ja, nou, dat is helemaal waar. Ja. Dat en, en dat die straf. Ja, dan. Uh, helaas is het niet zo. Daar wil Herman misschien wel naartoe door te zeggen. Ja, ik, ik ga voor een maatwerk in de toekomst. Daar is nog niks van te zien natuurlijk. Nee. En of dat ooit gaat komen. Nee. Want op het moment dat het zal je maatwerk opvolger uh, van Herman ja. worden? En als je, je, je kan ook niet blind varen op amateur versus uh, prof. Nee. Ja, dan moet je. Nou, als jij boven dit bedrag verdient. En dan heb je bijvoorbeeld vier jaar straffen. En anders maar twee jaar. Nee, nee, dat, dat gaat, gaat, niet. gaat ook dat gaat niet. Die... Dat heb ik is... wel geleerd. Dat gaat ja. niet. Um, dan toch even. De naam Doude Boer is al een aantal keer gevallen. Met Doude Boer hadden we het over de lijst. Wat staat ja. erop? Wat staat er niet op? En toen kregen we ook wat reacties die gaan over. Uh, nou, eerst maar eens een waarschuwing. Ik zei het al. De internationale sportbestuur. Ja. Even kijken, heb ik de. Oh nee, daar heb ik natuurlijk geen screenshot van. Want die wilde toch liever anoniem blijven. Maar die mailde zowel jou als mij met. Ja. Let op. Heel interessant. Ik heb wel eens, ja, spe, ja. ja, nou vertel jij ja, maar. Wat ja, is ja, interessant. omdat het. Nou, het ging erom. Hij is. Uh, inderdaad. inderdaad <laughs> Dat doet niet de zaak eigenlijk voor <laughs> deze casus. Hij, is, uh, hij, hij doneert plasma. Ja. Dus niet zozeer bloed. Nee. Of, uh, ja dus het uh, bloed en dan worden die rode bloedcellen die worden daar gescheiden van plasma van de vloeistof ja gewoon bij de bloedbank ja he? dat is gewoon iets wat hij doet met uh, uh, de rode bloedcellen gaan weer terug ja en dan plasma ja het, nu in corona is het ook uh, relevant er wordt verzameld omdat mensen die het gehad hebben antistoffen zitten erin dan kun je antistoffen meer uit filtreren en gebruiken hij doet dat ook en ook dat staat dus op de dopinglijst ja en we weten inmiddels van uh, nou, de om hele. Zaken rondom bloeddoping met jezelf tegen ja. te kunnen gaan. Je ja. moet iets verbieden om het ja. te kunnen straffen. Ja. Ja. En um, nou ja, en we weten de hele entourage is tegenwoordig. Speelt een rol bij als iemand betrapt wordt. Of uh, en daar horen dus bestuurders dan ook bij. En hij heeft een medisch attest daarvoor uh, ja. aangevraagd en gekregen. Ja, hij schrijft. Ik vond het knaagde aan mijn geweten. Hij ja. dacht, het zal toch niet zijn dat dit een keer naar buiten komt. en dat ik dan ja. uh, mezelf of anderen in de problemen breng. Ja, ja dat? maar dat is dus weer een voorbeeld van iemand die het helemaal heeft uitgezocht. Ja. Nou, en hij mailde het ons om het hier ook te ja. vertellen. dat mensen die bloeddonor of zeker plasmadonor zijn. en fanatiek sporten, let ja. op: die dingen zijn niet 100%. Ja, gescheiden. bloeddonor, dan dat mag wel, hè? Ja. Maar plasma, inderdaad. Dus uh, check even als je bij de bloedbank uh, weet van. nou, ik geef alleen mijn plasma af. Ja. Ja, nee, maf, maar dat... En een TUE, oftewel een medisch attest, ja. heeft ja. hij daarvoor aangevraagd. Ja. Dus hij heeft gewoon een briefje, ik doe dit. Ja. Mijn dokter heeft verklaard dat ik dit doe vanuit ja. mijn vrijwillige overtuiging. En nu en... staat hij uh, vermeld in de, de waardeverslagen. Uh, ja. ja, een mooi feitje. Ja, nee, zeker. Ja. Ja. En ander onderwerp wat ons werd aangedragen uh, in het kader van de lijst. Eigenlijk twee mensen die mailden over hetzelfde onderwerp. Uh, en de een is Jury Nijs en de andere is Jeroen Bouw. Allereerst beginnen ze hun mails met uh, grote complimenten. Daar vinden we altijd leuk hè. Ik roep wel eens, besefte ik me vanmorgen. Uh, wij mailen altijd terug. En toen zat ik deze mails te verzamelen vanmorgen. En dacht ik. Oh, kak, ik heb ja, ze wel sorry. naar jou doorgestuurd. Maar Juri, ik heb nog helemaal niet gereageerd. En Jeroen dat weet ik ook niet zeker. Dus bij deze, we zien het wel ze zeker. We lezen het met veel plezier. Ik zal me even iets uh, strakker uh, aan het uh, antwoorden houden. En dat gaat eigenlijk beide over pijnstillers. Eén is het doping, zou het doping moeten zijn, want ze uh, nemen allebei mee dat hardlopers, lange afstanden, ja. ultralopers, triatleten preventief pijnsters slikken. Ja, maf, hè? Tenminste, nee, ja, ik geloof dat ik dat maf. Nou, laat ik vooropzetten. Doe jij nooit? Nee, het is nou nooit bij mij opgekomen. Nee. Maar dat komt. Ik ben in het hele leven ja. nogal terughoudend met pijnstillers. Maar wat als jij even nou, een beetje last van je knie hebt, of een, een enkel. Of, ja, uh, ja, nogmaals, bij mij gaat dat er niet in. Nee. Maar dat komt... Ik pak ik nog geen systeem, pijnstiller als ik hoofdpijn heb. Want dan denk ik, ja, het zal wel ja. een teken zijn van uh, mijn lichaam. Ga maar slapen. Of je neemt dan ongeluk een plaspil van je vrouw. Daar <laughs> uh, moet je ook mee uitkijken. Ja, ik dus... kiep niet in deur <laughs> van haar. Nee, Maar uh, nee, dus in die zin heb ik sowieso niks met pijnstil ik weet wel dat mensen daar scheutig mee kunnen zijn ibuprofen paracetamol ja. ik kom in mijn werk veel bij veel verschillende mensen over de vloer onder andere bijvoorbeeld bij veel artsen uh, transplantatieartsen ik heb wel eens een etentje gehad met een nierarts ja. uh, die weten wat paracetamol en ibuprofen doen in jouw ingewanden en die zei nou als je dat weet dan slik je ze nooit nee, meer want het nier, is echt gif falen het is eigenlijk. echt gif ja. Ja, ja dus nou dat Bevestigt mij nog maar ja. eens in mijn averse van pijnstillers. Dus in deze context, wat Jurie en Jeroen meenemen, ja. ja, denk ik er zelf al helemaal niet aan. Je vraagt het mij met opgetrongen wenkbrauwen. slik jij een paracetamol nee, voordat je gaat ja, lopen? Ja, eigenlijk ook niet. Nee, nee. zeker niet daarvoor. Nee, nee ik denk, maar het heeft, gebeurt wel. Hè? Heeft, ik heb het wel op, vaker heeft, gehoord. Ik, ik betrap me erop in de laatste jaren. Ik zelfs af en toe wel eens een paar heb genomen. Nou gewoon een dat... soort van preventief of of laat nee. nee, nee, helemaal los daarvan. Maar oh, überhaupt, überhaupt dat je gewoon ja. Ja, hoofdpijn hebt of uh... Maar nu naar die fanatieke amateurs die er, ja. uh, nou, er de eh Ja, dat is die studie inderdaad die uh, die daar ook ver, ver, vermeld wordt uh, Ja, in de, marathon mail van de bon, Jury Doet ja. hij goed hè? Dat hij even ja. uh, mooi ook met linkjes komt. Twee, twee de marathon van Bonn. Nou, daar hebben ze gevraagd van, uh, en dat was de helft die dan inderdaad iets nam. En dan praat je altijd of paracetamol of een graadje, er zit zo'n gradatie in pijnstillers hè. Mm -hmm. Paracetamol als echt kort, kort verlagend pijnstiller. En dan ga je over op die NSAID's, dat ja. is de ibuprofen en aspirine en... Uh, de non-steroidal anti-inflammatory drugs. Precies. is dus, dus eigenlijk tegen de ontsteking, anti-inflammation. Ja. Met daarbij ook koortsverlagend en, en pijnstillend. En dan ja, een stukje hoger kom je, tramadol. En, die, jeugd, heeft, en, weet jij en dat... die, vanaf tramadol, die zit er nog niet op. Maar dan, daarna komt het wel, hè, fentanyl. En... Op de dopinglijst, Ja, Daar ben je nu aan het zeggen. Dus, dus de eerste zware drie pijn... categorieën ja. geen doping. Nee. Nee. Waarom slikken mensen dit? Is dit omdat het in kilometer 30 tot 42 zo'n pijn doet aan mijn benen en om dat niet te voelen daardoor heen te drukken? Ik weet het niet, want ik denk deels dat ze van nature al veel sneller een, 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 een paracetamolletje nemen. Ja. Misschien al van ik voel iets opkomen. Ja. En dat, dat je gewoon doen. langer door ja. kan, zodat je niet. En, uh, en het is uh, gewoon uh, mentale dat, zwakte. Ja, en, maar ik, heb, ik ken onder. Ja, ik. ik atleten heb ik er eigenlijk nooit zo over gehoord. Maar ik denk dus dat uh, er van anderen horen of lezen misschien. Dus nou, ja, ik, uh... ik vind het irritant dat ik hem ja. zo vaak moet quoten, maar ook wederom onze Ros Stukker uit Zuid-Afrika ja. heeft het wel eens gehad over uh, bijvoorbeeld uh, de Marathon de Sable ultraloop. Ja. Mm -hmm. Dat daar ook inderdaad mensen flink aan de parel ja. zijn. Volgens mij is dat letterlijk ook gewoon pijn onderdrukken van het ja. doet zo pijn dat ik zo ver moet lopen. En wat ze daar aanhalen, en dat is een mooi bruggetje naar onze aflevering 2 over herstel. De Jij zegt al anti-inflammatory, oftewel mm -hmm. ontstekingsremmend. Ja. Aha. Maar wat hebben we nou geleerd over training, over herstel, over spiergroei? Welk proces is daar essentieel voor? Ja, ontsteking, ontsteking, ja. ja. Um, dus in feite, het pijnstillen slikken. Nou, het kan je misschien helpen tijdens je race ja. of je wedstrijd om langer door te drukken. Nogmaals, dat is een soort mentale zwakte, zullen we het maar hier noemen. Ja, maar ja. Maar je gaat dus. ook nog je trainingseffect en je herstel ja. tegen. dus tijdens training moet je het sowieso al niet doen. Het staat nee. nergens op. En nog even over die pijnstilling. Ja, dan denk ik. We hebben, we hebben natuurlijk onze aflevering over uh, uh, lactaat en, en melkzuurmythe over pijn voelen. Ja. De vraag is: Is de pijn die jij voelt tijdens uh, een, een triathlon of een, of een dure inspanning, is is dat dezelfde pijn die je voelt als jij... Uh, nou ja. Ja, en gaat die weg met pijnstillers? Ja. Maar dat, 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 dat schrijft wel. Stel ja, dat je pijn de je denken kunt uitschakelen... waardoor de sporter langer door kan is, gaan. Iedereen verwijst naar die ene studie. Die heb ik ook in mijn, in mijn boek ja. uh, uh, beschreven. Dat is inderdaad studie geweest met, met wielrenners... die dus een tijdrit in het lab hebben laten doen. En dan dubbel blind met een voor of na een, een paracetamol of een placebo. En daar gingen ze iets, uh, iets harder... Maar er is niet heel veel onderzoek nog gedaan. Dus het suggereert wel van dat het uh, mogelijk ja, met een paracetamolje iets beter fiets is. Dus ja, ja um, toch denk ik nog steeds, ja, het is toch echt een uh, ander soort pijn. Ja, de pijn die je, uh, die je voelt, ja, bij, bij, bij een lange inspanning. Is dat pijn hè? Hebben we het over. Ja, wat, wat, uh, wat voel je precies? Er zijn ja. twintig uitingen van het gevoel dat je dan hebt eigenlijk. Ja. Maar daarbij is inderdaad van de, ja, de bijeffecten, vooral als jij dat stapje, de paracetamol geloof ik, nou ja, daar zijn weinig bijeffecten van. Dat is dan nog de enige waarvan ik denk, oké, okay, ga je een stapje hoger, die NSAID's, dan ja, daar kom je al van nou ja, anti-inflammation. Nou, ja, uh, dat dat verwelde je al. Met daarbij, uh, die, die zorgt ook voor uh, uh, de bloedplaatjes die minder aggregeren Dus eigenlijk uh, bloedverdunners mm -hmm. uh, worden ze gebruikt, aspirine natuurlijk. Uh, interfereert met de aanmaak van het slijmvlies in je maag. Dus je krijgt meer uh, sneller verhoogd risico op maagbloeding, uh, darmproblemen en, uh, en daarbij ook uh, nierfalen of nierproblemen op de langere termijn. En dat is die studie, dus in 2000, bon hebben ze gekeken naar mensen die uit, uitgestapt uh, had je wel of niet uh, ja, NS, NSIDs genomen? Ja. Nou, dat was een beetje 50-50, had niks te maken met of je het vol hield of niet. Wel, de groep die uh, die, 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 die middel had genomen had meer last van, van hun buik, minder last van spierkramp. Nou, misschien heeft het daar iets geholpen. Maar uh, ja, een stuk of tien, het ging wel een grote groep, dus een klein aantal moest in het ziekenhuis worden opgenomen omdat zij inderdaad uh, nou, heeft heftige uh, krampen volgens mij kregen, nierfalen. En daarbij volgens mij één of twee wellicht uh, een, een, ja, bijna een hartaanval. Ja. Dus, dit, ja, dit klinkt wel heel anekdotisch, Jurgen. Nee, bedoel, maar we is, kunnen hier toch niet uh, de conclusie trekken dat als je met pijnsterrens een marathon gaat rennen, dat je het risico hebt om het ziekenhuis in te trekken? Nou, ja. ik denk als je, als je dat... Uh, uh, in, met jouw verhaal met die artsen die allemaal waarschuwde vroeger. Ja, ja, ja nee, dat wel. Ja, ja, nee, dus, nee, dus ik, het heeft ook... Dit zullen dan mensen zijn die denk ik heel veel nemen. Ook in hun training als gewoon onderdeel van... Hun leefstijl. Ja, leefstijl. En, en daarbij een gezonde leefstijl. Dat ja. we ook iets hebben. Nou, dan moet ik ook af en toe even mijn pilletje nemen. Om, uh, ja. Dus antwoord op onze vraagstellers van Jeroen Bouw en Jury Nijs. Het is... In veel gevallen geen doping in de definitie het, van de dopinglijst. Nee. En waarom staat het er niet op? Hè? Ja, daar heb, daar, ik denk dat daar een beetje de, de scheidslijn ligt. Ja, je, Er moet een medische indicatie zijn. Er moet toch een dokter achter hebben gezeten die heeft gezegd: ja, jij hebt dit nodig. Dat is één. En ten tweede moet je dan ook uh, niet zomaar in de supermarkt of bij, uh, bij de, kunnen kopen. Nee, exact. bij de drogist. Dus ja. het staat er niet op, maar er zijn wel allerlei risico's. In training ben je sowieso ja. tegen jezelf Stom. aan het werken Moet als je bijstillen slikt, ja. Nooit doen. Ja. Ga maar gewoon langer rusten. Ja. Uh, en in de wedstrijd, nou, dat lijkt dan iets te zijn wat jij en ik niet kennen, waar Jury ja. en, uh, en Jeroen wel ja, aan misschien. refereren. Dan moeten we moeten maar eens vragen aan uh, onze luisteraars. Maar van. je zegt dus ook uit die bondstudie. Ja. Pas op, want er zit gewoon gif in je lijf. Ja. En je lichaam is al op zijn maximale aan het presteren. Ja. Dus ik zou zeggen, labelt je uh, niet verstandig. Precies. Toch? Ja. Hebben we nog... Uh, ik kijk ook naar de klop. Nou, kloppen. dat wil nog... ik. Nou, dat is een ja. mooi haakje voor... Eindelijk zijn de prevalentiecijfers er. Ach, nieuwe cijfers. De... Ja, ja, dus we hadden het er al over. Vorig jaar uh, onderzoek gedaan. Door het ik vind het toch een term die je niet zo vaak hoort, hoor. Prevalentie. Ja. Wat is dat? Ja, dat is eigenlijk van in hoeverre iets uh, voorkomt of okay. gebruikt wordt. Of, dus een uh, studie ja. naar hoeveel Nederlandse topsporters gebruiken doping? Ja. In feite, tenminste, dat proberen ja. ze te achterhalen. Hoe vaak komt het voor dat? Ja. 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 Nou, uh, ingewikkelde studies, want vorig jaar zei ik al, uh, 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 de studie was mislukt. Alsof de atleten uh, door hadden van dat ze of bang waren, hey, ik moet hier iets invullen waar ik waar ze erachter komen uh, dat ik het heb ingevuld, niet uh, anoniem uh, het gevoel. Nou, de manier waarop het gebeurt is, uh, ja, in dit geval, dit is de enige manier waarop eigenlijk, die is wel wetenschap, wetenschappelijk, uh, nou ja, gevalideerd of in ieder geval, wordt gezegd, dit is de beste manier mm -hmm. om dit te doen, de mm -hmm. randomized mm -hmm. response. Yeah. Uh, wat ik begrijp in deze studie, duizend topsporters hebben een vragenlijst gekregen. Uh, een derde heeft gereageerd. Ja. Yeah en dan krijg je in beeld een, een virtuele set dobbelstenen. Ja. Nou als hij dan bij het aantal ogen onder de negen zit, dan krijg je en da, da, je krijgt elke keer een vraag van, heb je het afgelopen jaar een middel gebruikt dat op de dopinglijst staat. Ja. Op vraag antwoord uh, of een aantal punten 1 tot negen. Dan is het uh, antwoord A is ja, en B is nee. En oh, van zo. 10 tot 12 is het net andersom. Ja. Nou, en aan hand daarvan, kijk, als niemand gebruikt, dan weet je precies van dat uh, nou, drie kwart, die zou dan uh, uh, B moeten hebben. Je beschrijft en... nu de opzet van de ja. studie, waardoor ze controleren dat, het, dat het volledig anoniem is. En hebben ze een aantal precies. vragen gesteld. Maar ik wil nu de uitkomst, want ja. dat heb je ook een beetje uitgelegd aan aflevering ja. 1. Ja. Nou, ja. En wat het, ja, daar komt hij al. Uh, 12,5% ah. van die 333. Is het is een getal wat ik herken, want het komt overeen met het getal wat uh, Marco Knippen vertelde over de bloedpaspoortanalyse. Ja, ja. ja. Waar we ook op ja, rond de uh, 11% ja. van de Nederlandse sporters zou mogen. Maar daar wordt bijgezet: ja, dit werkt alleen deze methode. Kun je ook wel voorstellen bij hele grote groepen? En 300 is eigenlijk al een beetje 333, wat zal het? Dat is een beetje weinig. En we moeten uiteindelijk schattingen of een onzekerheidsmarge hebben te maken. Ja, en dan ja. is een zekerheidsinterval tussen de 3 ja, en, en 24 procent. Pardon? Ja. Dus Ze dus hebben een serieus stuur aan. De, de uitkomst is. tussen de 3 en de 24 ja. procent van de sport is gebruikt over. aan het afgelopen jaar, een middel. Ja. Kortom, wat we moet je we zijn mee? Er niet nee. wijzer van geworden. Maar uh, wat ik dan wel opvallend vind. is. Ik, ik riep de vorige keer. en Herman uh, noemde het ook. De vorige uh, onderzoek gaf aan. 4,2 procent steeds. Hè? Ik kwam, uh, gaf aan, 4,2. En dan denk je dat is vrij laag van de Nederlandse sport. Ja. Nog wel ja. meer dan een aantal gepakt worden. Nu hebben ze gezegd, nou die was net even anders van opzet met net even andere vragen. Die hebben we opnieuw geanalyseerd volgens deze nieuwe methode. Okay. Was het geen 4,2 maar was het, en dat is vijf jaar geleden, vier jaar geleden, 8,5 procent. Dat klinkt toch anders, bijna dubbel hè? Ja. ja 8,5 procent ja. met weer die marge van uh, nou, 0,25. Ah, kortom, kortom: 0 tot 25 procent. En dan is hun slotconclusie kortom het is niet erger geworden het is stabiel in Nederland. Oh ja, want daar moeten ze natuurlijk voor ja. passen. Zeggen het loopt de klauw uit. En dan denk ik ja, het is stabiel in Nederland, maar ik denk nog steeds 12,5 is 1 op de 8. Ja. 1 uh, op de 10 misschien wel. Ja, straks ja. in, in, in Tokio. Nou, hoeveel me, gouden medailles zullen er zijn van Nederland? 10. Ja. Nou, één is gedoopt. Ja. Nou. Mooi weten we dat. Ja. Nou is het vooral belangrijk namelijk? dat we moeten weten hoe verhoudt zich dat tot andere landen. Ja, nou ja, en die nou, dit is al een interne studie, het wordt niet wetenschappelijk gepubliceerd. Dan moeten we het doen met een paar van die studies die wel gedaan zijn, ooit in Duitsland, Denemarken. Ja, dat zit allemaal die een beetje het, toch? Hetzelfde hoog, jaar. rond hetzelfde. Ja, en we hebben die studie ooit bij de WK gehad, die uitschrikbaar ja. Ja. Hoog, ja, 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 ja. hoog was. En we hebben die studie hebben we met Marco Knipper besproken over ja, die analyse van die bloedvaat. Precies, zo die kan die je het ook, ook bekijken. In die ja, hoek uit, toch? maar ik vind nog steeds, ja, ik vind het best wel. Wat? Uh, het is zeker niet dat de dopingautoriteit aanstuurt op een, een dopingvrij uh, Nederlands topsport of Nederlandse sport. Nee. Of dat nou, dan willen ze misschien daar... wel op aansturen, maar dat lukt nog niet. Nee. Dus nee. Die, die, die gang is nog zeker niet gezet. Uh, andere resultaat die ook wel vermeld moeten worden is uh, het gemak eigenlijk waarmee in Nederlandse stopt kijken naar voedingssupplementen en pijnstillers zoals paracetamol dus uh, daar zit eigenlijk 75% of 90% van heb ik geen enkele moeite mee, hmm. dus daar heb je het weer medicatie uh, waar je geen uh, indicatie voor nodig hebt mm -hmm. of ja, dat, nou, prima geen enkel probleem, dus ja, is het is ook gevraagd over... of ze dat gebruiken. Ja. Zitten ze allemaal aan? I 75% had daar geen moeite mee. Ja, zo is oh, het. Ja, Nou, dus dan niet. heb je wel nog... Er um, werd ook gevraagd in hoeverre gebruik je medicijnen op indicatie. Ja. Uh, 15%. Oké. Okay. Ik vind dat vrij hoog. Ja. Daar hebben we hem natuurlijk met Guido over gehad. Die zei ja, net zoals de Nederlandse bevolking medicijnen moet hebben van de dokter... Ja, moeten topsporters een is dat ook? Ja, ik denk, ik zou dat in Nederland één op de, en dit zijn gezonde topsporters, ik vind 15% vind ik best veel. Maar wat daarbij ook nog een vraag die gesteld werd, is een, wat vind je ervan om uh, medicatie uh, te krijgen, terwijl je daarvoor geen indicatie mm -hmm. hebt of ja, 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 ja. zult hebben. En dat gaf eigenlijk uh, een kwart aan daar nou, Amper tot niet zoveel moeite mee te hebben. Een kwart dus. Dat geeft maar weer aan. Het gebruik van schildklierhormoon. Ja. Bijvoorbeeld. Zonder dat jij van de dokter. de dokter heeft gezegd. ja, jij hebt een, een niet werkende schildklier. of een minder werkende. Dat mensen. of atleten iets hebben. nou ja. Goed, als het op die manier lukt om. En dan, dan valt of staat het systeem natuurlijk toch weer een beetje met ja, de artsen, met degenen die het voorschrijven. Ja, uh... hey, en uh, Jurgen, in hoeverre hebben we hier te maken met een stukje jeugdige naïviteit? Ik bedoel, uh, topsporter ben je ergens tussen je zestiende en je 36ste? Ja. Het zijn misschien jaren van je leven. Ja, daar heb he, ik oh, ook just, wat dingen van gedaan. Ja. Als ik daar nu terugdenk. Klopt. Dat was niet zo verstandig. Of ja. daar uh, heb ik nu voortschrijdend inzicht ja, maar over dat, hoe ik daarover nadenk. Ja, maar volgens mij was de vraag. Maar dat, ja, daar moet, daarvoor moet je je studie goed kijken. Met het doel om je prestatie te bevorderen. Is dat anders dan om lekker te relaxen? en te Nee, een nee, nee dat, begrijp ik hebben. Wel, dat begrijp ik wel. Maar ik bedoel, meer als je vraagt. zou je medicijnen gebruiken ja. waar je geen medische indicatie voor hebt? Ik snap ergens nog wel dat iemand die 22 is, zich helemaal de blubberfiets en ja. mensen om zich heen hoort die dat doen, ja. kan ja, zeggen: nou, Ja, daar sta het, ik uh, wel ja. voor open. Ja, Terwijl is, je later pas beseft: Holy shit, het is wel medicatie. Lange termijn ja. gezondheidsrisico's, ja. ik uh, er mee. Nee, Ik ben ik wel mee eens. Het feit dat op internet allerlei pillen ook gewoon ook, te vinden ja. zijn. En uh, Peter Joosten ook gewoon. Uh, ja, er zit ook aan <laughs> allerlei <ja, kleine laughs> ja, facetjes die niet. Dat, uh, dat, mogen. dat wij gewoon, uh, ja, eigenlijk zo. Ik wil dus maar zeggen: eigenlijk je eigen boodschap waar je deze special mee aftrapte. Laten we oppassen met mensen te ja. snel veroordelen. Ja. En ook even kijken naar de context ja. waarin iets gezegd of gepakt. Ja. Of maar gebruikt, het is wel een, een, niet per een glijdende opraad. schaal ergens. Ja. Dat, is, ja. dat, dat is wel. Helm. En duidelijk dat Nederlandse sporters zijn niet, uh, niet heel anders een uh, roomster dan. Uh, ja. Ik wil nog even tweetal reacties uh, met je behandelen. Ja. Eerst, uh, we kregen twee verschillende mails van Peter Dijks. Eerst schreef hij: uh, ja, Je bent één belangrijke vraag aan de Douwe de Boer vergeten te stellen. Hoe lang moet je zonder koffie? Voordat het wel weer effect heeft. Hè? Dat zij douwe de Boer heeft. Er is maar één middel wat echt prestatie bevorderend ja. is, dat is koffie. Maar dat gebruiken wij allemaal verkeerd. En toen, Peter, heb uh, ik toch echt wel aan de douwe gevraagd: kan ik daar dan mee taperen? Kan ik dat terugtrainen? En toen was zijn antwoord heel stellig: nee, dat kan niet. Dus. Uh, Peter, bij deze alsnog het antwoord... nee, dat is gewoon jammer. Ik begrijp dat het gaat... Nou ja, je hebt op een gegeven moment de uh, stoffen... de enzymen in je lichaam die cafeïne afbreken... Daar kun daar ja. kun je niet meer vanaf ja. of zo. Ja. Tweede vraag, uh, die haakt daar een beetje op in... is van uh, Peter Dijks... en die, die vond ik zo cryptisch... <laughs> dat ik dacht, ja, ik kan maar één ding doen, Peter. En dat is hem even voorlezen. Maar ik, ik kan het niet zo... nou dat wel weer eerst die leuke zin natuurlijk. Weer een buitengewoon interessante podcast schrijft hij. En dan heeft hij nog even iets dat hij het uh, kind van Thijs heeft gehoord op de achtergrond. Ja. Of we dat konden eruit editen. Helaas niet. En ik moet toch zeggen, Peter, naar aanleiding van ons technisch dieptepunt met Louis de La Haye... ben ik tegenwoordig al lang blij als we in ieder geval gewoon een verstaanbare gast hebben. Uh, nou, dat is niet waar. Wij streven naar topkwaliteit, maar het is een beetje uh, af en toe... Je niet wat je krijgt online. Maar goed, dan. De opmerking van Douwe de Boer. Dat doping helemaal niets zou doen. voelt wat vreemd aan. Ben ik met je eens. En de nuance is ook. dat zei hij ook niet. Er is eigenlijk van geen enkele stof wetenschappelijk aangetoond. dat het bevorderend is. Hè? En dan schrijft hij. Als je bedenkt dat de winnaar. die getest is. hebben we ook geleerd, hè? de Winnaar wordt bijna altijd getest. altijd doping heeft gebruikt. en dus beter is dan de rest. tenzij iedereen het doet. En het dan niks meer uitmaakt. Veel succes en zie je. Uit ja, nummer 5. Begrijp jij wat, Peter? Hier ja, zegt? ik denk dat ze uh, dat die, de, vooral bij de opmerking van Douwe. Nee, maar, helder. helder. Ja. maar dit laatste. Dat hij zegt: ja, als je bedenkt dat de winnaar heeft altijd gedoopt. Hè, dat zei Thijs ook een beetje, ja. hè, want uh, er wordt toch wel gedoopt. Die wordt altijd getest. Die worden dus blijkbaar niet gedetecteerd. Nou ja, dan. dan ja, nou, nee, met het idee. als iedereen nog doping gebruikt. dan wint uiteindelijk toch nog de beste. De beste iedereen, met iedereen, doping. Ja, maar dan ja. ga je ervan uit dat iedereen hetzelfde profiteert van uh, het een middel. Ja. iedereen precies dezelfde dosering neemt. Iedereen. De, ja. Ja. Uh, de, 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 ik denk dat het uh, ja, er, er een hoop uit te kinden valt. Ook nog bij de beste mix en uh, timing. Ja, uh, slim dopen. Ja, maar dat is weer slim, dopen het slim dopen. podcast. En ja. daar zijn denk ik aantal in het verleden aantal atleten echt en en, en nou, de begeleiding. Ja, uh, zeer goed in geweest. Kan niet anders. Want nee. en uh, dat geeft. Kijk, Douwe is natuurlijk ook een wetenschapper. Uh, of speelt in ieder geval uh, en, en dan moet je afgaan op het wetenschappelijke bewijs. Ja, dat is er vaak niet of mager of, ja, uh, ja. en dat is voor mij ook wel makkelijk als wetenschapsjournalist om te zeggen: nou, al de studies laten zien dat uh, het allemaal. Ja, is, het weet... jou, is jouw rol in deze podcast? Ja, hè, dat is de dynamiek. Uh, ja, dus dat is, uh, dus dat in die zin kan je ook niet zeggen van, nou. Uh, we, we moeten al, alle stoffen maar dubbel blind allemaal gaan testen. in, uh, in een groep uh, wielrenners of, of sporters. Nee, nee, Zo nee. werkt het ook niet. Nee. Uh, nee. Dus... Ik heb nog één ding te doen. En dat is uh, gewoon even een shout-out naar Frans Rutte. Ja. Uh, Frans, als je dit hoort dank voor je in eerste instantie brief en uh, tweede lange mail die zijn echter zo lang en die <laughs> staan zo vol persoonlijke details ja, maar, dat ja. ik even niet zo goed weet wat ik er hier in de podcast mee moet mm -hmm. uh, Jurgen en ik hebben ervan gesmuld. we hebben met interesse gelezen, je bent uh, wijs en je hebt goede inzichten, maar ik kan het ik krijg het hier niet samengevat nee, om het nee, hier te delen en we gaan het ook niet, want het is nee, uh, medisch nee, het uh, gaat te persoonlijk, maar, maar Frans, dank voor je reacties aan, ik, ja, ja. Ja, ja, en, ja, en leuk dat je luistert ja. Daarmee, Jurgen, komen we aan het eind van een aflevering die, wederom, als ik op de klok kijk, akelig lang uh, geworden wel. is. Dat waren ze ja. allemaal, die doping specials, bijna een uur. Of een uur, zeker. We hebben een nieuw voornemen. Volgende week gaan we terug naar ons oude format. Ja. Worden we weer wat korter, tussen 30, 45 minuten? Gaan we op zoek naar veel praktische tips? Maar goed, voordat ik de vooruitwijzing doe, het was een mooie serie. Zeker. Nog één laatste vraag toch voor jou. Stel, ja. jij wordt betrapt. Ja en dat maakt me niet uit. uit. Brief iets. van Herman Ram. En, de, en, en de, de, de eerste vraag van Herman is, ja, uh, nou ja, je, je krijgt strafvermindering of als jij ons helpt om, uh, dus A, geef toe en B, noem eens namen. Mm -hmm. uh, Zou je dat doen? Heb ik het gedaan of niet? Ja, nee, want dat vond ik wel op van Helemaal zegt Ja, hey, als jij tegen ons ingaat, ja, dan gaan we boksen. Ja. Dan, uh, dan ja. Leer, ja, kijk, uh, we zijn geen uh, watjes, uh, dus we laten niet ons om, om, over ons heen lopen. Dus hij zegt heel sterk: ja, Jij vraagt mij, ik ben gepakt, maar dat veronderstelt dat ik ook wat gebruikt heb. Ja. En dat heb ik dan. Dat is gedaan, inderdaad, omdat... jij hebt gebruikt omdat je weet, ja, alles eh, op uw website. Ja, precies. <laughs> ik heb 60 afleveringen, ja. 100 afleveringen gemaakt, nou weet ik het wel. Het enige wat werkt Wat is zou is jouw eerste reactie zijn van: Mijn eerste uh, reactie is: je moet niet klikken. He, uh, ik denk maar zou dat... jij wel toegeven van, ja, ik heb gebruikt... of zou je denken, nou, hak je in het zand... want ik, uh, dus, uh, gezichtsverlies. Ja. Uh, als ik het gedaan heb, denk ik... en ik word gepakt, dan... Ge... Hey, het is zo hypothetisch dit. <laughs> maar in het kader van, stel je toetsbaar op... en uh, kijk, uh, ik denk dat dan... de eerlijkheid duurt het langst. Nou, ik heb, ik heb het gehad, laat ik het toch maar daar maak ik ook de hele tijd die, uh, die vergelijking met die auto... Ik ben een zware hardrijder. <laughs> ik ken de marges. Ik weet dat je nooit meer dan 50 te hard moet rijden. En ik had een keer heel erg haast. En het was een hele lege... Ja, ja nee, ik hoef dit ook niet recht te doen. Ik heb veel te hard gereden. Zelfs een beetje meer dan 50 op een stuk waar het opeens 100 was. Ja. Lege weg, zeg ik nogmaals. Ik heb echt niemand in gevaar gebracht. Wel geflitst. Mm -hmm. uh, en dan kom je dus inderdaad in. Uh, dan krijg je die brief en dan word je aangeklaagd. En dan is opeens de vraag: uh, U moet nu bellen om te bekennen. Dus in die zin ken ik dit wel. Ja. En dan ga je eerst impulsen: ja, kan ik hier nog onderuit? Maar als je, ja, weet je, ik was geflit. er was een positieve test. Ja. Yeah. En dan ben ik toch maar gegaan: voor eerlijkheid duurt langs. Dus ik heb gebeld, ik heb bekend. Uh, ik heb mijn zaak afgewacht. En toen heb ik echt de grootste mazzel van de wereld gehad. Ja. Het is nogal druk bij de rechtbanken. Ja, oh, uh, oké, okay. zo kan mijn het zijn. Het is ja. verjaard. Kijk, dus eerlijkheid. Hè? Ja, Leuk, dus uh, ja. Maar, uh, antwoord op vraag Dus ik heb ja. dat bekend. Ja, ik geloof toch wel dat dat zo is. Als je, als je iets, in dit geval ook ja. willens en wetens, fout doet. En je wordt gepakt. Ja, maar ja, dan best lastig als je al om je heen je weet, oké, okay, clubgenoten. Ja, jij er, rijdt en, ook te uh, hard en Jurgen rijdt ook ja. altijd. Ja, maar dat doet er toch niet ah. de zaken. Ik ben toch gepakt ja. en uh, ik moet daarvoor staan. Dus antwoord terug naar de met naar de vraag van de dopingautoriteit. Ik geloof niet dat ik de rest erbij zou naaien. Ik denk wel ja. dat ik inderdaad me toetsbaar op zou stellen en te proberen op die manier toch nog de, met een <laughs> berisping... tijdelijke schorsing vanaf ja. te komen. Nou, ik ben ook benieuwd hè, dat de rest na je of dat nog ooit gaat gebeuren zeg maar of dat 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 dat, ja, ja, dat, dat doe je niet. Ik bedoel nee. ja, Dan, we, daar, ja. Daar gok ik is daar wel, wel op. dubbele moraal hè. Dat gokken ze Want wel op. je bent op, dus al he? bezig met iets wat niet mag, ja, dus ja. je bent al lang een ethische moraal of een grens over. Dan kom je bij de volgende morele grens en dan zeg je een beetje ja. ja, maar nu hou ik mijn rug recht. Ik ga niet klikken. Dat is ja, eigenlijk ook ja. zo scheef als mijn. Dus, dus zijn dat kan. moet je eigenlijk afstemmen met de groep waarmee je dat doet. Hè? De hele entourage, <laughs> jongens. Okay. Zwarte pit. Dat ja. Ja, kan niet. Ja. Nee. Nou ja, Hé, hey, luister. Okay. Het was een mooie serie. Ja. Het was een interessante uitstap. Ik uh, legde aan uh, mensen die ik de afgelopen tijd sprak altijd uit... We hebben normaal een podcast over heel veel praktische tips. Dit was meer een soort uh, koffietafellectuur... He? Het was ja. super interessant, veel eh, erg leerzaam, Een mooie inkijk in de hele wereld. En nu gaan we gewoon weer lekker sporten, wetenschap, tips doen we. Maar dank. Het was natuurlijk jouw punt om dit op de agenda ja. te zetten, jouw voorbereiding. Fijn dat we het. Uh... Mooi dat we het gedaan ja. hebben. Dank aan al onze gasten die meegewerkt hebben de afgelopen uren en dank aan al onze kijkers en luisteraars die zo leuk gereageerd hebben. Volgende week gaan we het hebben over uh, hoe is het met gewicht. Ik kijk eens naar me. Ja, uh... ah, je ziet er topfit en ja. lekker gebrand uit. Ik ja. sta wel wat te zwaar, hoor. Corona-kilo's. Corona-kilo's zijn bij mij aan de hand. Dus we gaan het hebben okay. over 10 tips tegen de corona-kilo's. Lekker weer, een snappy, snelle aflevering zonder gast. Jij en ik samen. Goed. Kijk er naar uit. Yo. Tot volgende week. Tot volgende week.